We zijn bij het Reuringcafé. Een debat over zaken die de overheid raken. En vandaag ging het over veiligheid. Dus wat is de goede balans tussen veiligheid aan de ene kant en privacy aan de andere kant? Staan die begrippen tegenover elkaar? Officieel in de grondwet niet. In de grondwet staat er niet een recht op veiligheid genoemd. Veiligheid, zeg ik zelf altijd, is een middel tot een doel. Neemt niet weg dat tot 1981 in dat eerste artikel van de grondwet veiligheid wel stond genoemd. Toen is het vervangen door discriminatieartikel. Maar goed, voor de burger, gevoelsmatig staat dat, denk ik, staan ze wel als twee belangrijke waarden naast elkaar. Het een dient het ander, zou ik zeggen. En ze moeten juist niet tegenover elkaar geplaatst worden. Ik zeg altijd van, goh, als je niks te verbergen hebt, waar moet je dan bang zijn voor je privacy? Dat is ook net hoe je veiligheid trouwens definieert. Hè? Je kunt privacy ook zien als persoonlijke veiligheid. Namelijk iemands persoonlijke veiligheid tegenover, in het ergste geval, een totalitaire staat. Ik vind wel dat je daar zorgvuldig mee om moet gaan. Omdat bepaalde gegevens, en dat hebben we natuurlijk vooral te danken aan wat er in het verleden ooit mee gebeurd is, dat we angst hebben over dat gegevens misbruikt worden. Doe maar lol, ik loop door de winkelstraat en ik zie 25 camera's op mij gericht. En dan wil ik best geloven dat dat voor mijn veiligheid is, maar het voelt niet prettig. Ja, maar als die camera's u registreren en als het camerasysteem bijvoorbeeld gehackt kan worden door inbrekers, dan heeft u misschien een veilig gevoel en wordt tegelijkertijd uw huis leeggehaald. Dus Er valt niks te halen. Wij zien de tegenstelling tussen privacy en veiligheid eigenlijk al jarenlang als een valse tegenstelling. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Het is juist de kunst om het met elkaar in balans te brengen. Door middel van goede privacywetgeving en dingen als privacy by design, waarbij de privacy in de techniek inbouwt. Ik denk niet dat je veiligheid kan garanderen. Maar we willen het wel graag. Je zou dat wel willen, maar terwijl je die gedachte uitspreekt, moet je je realiseren dat veiligheid niet absoluut is en dat privacy ook niet absoluut is. Ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt, formeel in de wet staan ze niet tegenover elkaar. Maar in onze ervaring staan ze vaak wel tegenover elkaar. En misschien is het soms wel het gepercipieerde gevoel van veiligheid. Hè? Ik zit wel in omgeving dat heel veel mensen hier vragen bij stellen. Wat wordt er afgeluisterd en hoe ver kan je erin gaan? Het is niet iets wat ik zelf heel interessant vind qua vraagstuk, maar wel belangrijk dat deze vragen gesteld worden. De kunst is om het niet klakkeloos te doen, maar af te wegen en te zorgen dat de balans tussen veiligheid en privacy of opslag en privacy gewaarborgd is. Ik vind het heel opvallend. Hè? We hebben Parijs gezien, Verviers, et cetera. En wat zien we dan opeens weer als voorstel naar voren komen, een heel oud voorstel, wederom de uitwisseling van vluchtgegevens. Ja. Dat vind ik heel grappig. Ja. Want wat zou dat te maken hebben met het probleem zoals we dat gezien hebben? Dat is één. Twee, wat hebben we in Europa aan de vluchtgegevens? Want het enige land wat er enig belang bij heeft is de Verenigde Staten. Ik wil in Europa, je kunt op je Solex uit Syrië komen. Dus wat heb je dan aan allerlei vluchtgegevens? Wanneer heb jij voor het laatst op een Solex gezeten? Dat is, moet ik toegeven, enige tijd geleden. Nee, dat dacht ik al. Okay. Ja, ik ben zelf niet bang, omdat ik het gevoel heb dat er voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen. En je bent als maatschappij niet in staat om 100% veiligheid aan te kunnen. Maar ik vind wel dat de politiek veel meer dan tot nu toe vertrouwen naar de burgers moet uitdragen. En die moet hebben over oorlogsrecht van toepassing is. Agenten machinegeweren moeten hebben. Zij moeten laten zien dat ze het maximale doen voor de veiligheid van de mensen te garanderen. Er zijn groepen die veel buikpijn hebben, maar het is zeker niet zo dat 16 miljoen Nederlanders zoveel buikpijn hebben dat ze militair op straat willen zien. Nog even los van de vraag of het nodig is. Maar het begint met de vraag of Nederland zodanig buikpijn heeft dat je het zware middel moet gaan inzetten. Het gaat over veiligheid en privacy en over maatregelen die we nemen om te zorgen dat we juist, zeg maar, de vrije democratische rechtsstaat die we zijn, dat we die in stand houden. Daar gaat het om, niet meer en niet minder. Nou, wat mij al langer bezighoudt, maar ik doe niet dit deel van het vak, is van hoe zorg je dat er een goede balans zit tussen mensen niet meer onrustig maken, maar wel goed reageren op onrust. Ja, dat is niet een keurig antwoord in een doosje en doe er een dekseltje op en je hebt het antwoord. Maar veiligheid, iedereen gebruikt een woord wat afkomstig is van het Romeinse securitas. Wij in Nederland hebben alleen maar het woord veiligheid, niet sicherheid, security, securité. Veiligheid komt van het oud-Nederlandse vriendelijkheid. Dus eigenlijk zit daar het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Vriendelijkheidsdienst. Ik weet niet, Beatrice, of jij de column van Leon de Winter hebt gelezen voor Kerst. Maar daar zei hij eigenlijk, die Bertolet die kijkt altijd alsof ze kiezen getrokken zijn. Ja. Het is altijd een balans. En wij proberen met ons werk uiteindelijk die vrijheid van meningsuiting mogelijk te kunnen maken. En soms moet je daarvoor maatregelen treffen die op het oog
om misschien ook wel gevoelsmatig die vrijheid van meningsuiting toch beperken. En die beperking zit er in het moment dat je oproept tot geweld. Die vrijheid van meningsuiting is bijna absoluut. Maar als ik zo kijk wat er dan in Charlie Hebdo dan staat, dan heb ik het gevoel van waar heeft dat nou eigenlijk voor nodig? In Nederland mag je niet in je blote kont in de rond te lopen, maar toch doe je het. Al was het alleen maar om mensen te shockeren. Ja, ik weet niet welk nut dat nou eenmaal dient. De terroristbestrijding al dan niet geholpen zijn bij toch het wettelijk inperken van die scherpe randjes van die vrijheid van meningsuiting? Absoluut niet. Ik ben voor volledige vrijheid van meningsuiting. En ik denk dat als het nodig is, het wetboek van strafrecht voldoende mogelijkheden biedt om die vrijheid van meningsuiting die niet gewenst is aan te pakken. Nou, waar ik heel blij mee ben, dus dat mensen die erover gaan, de twee die aan het zijtafeltje zaten, die ik schoof, en de heer van de IVD, dat die zeggen, blijf kalm en alert en zorg dat je maatregelen neemt die er te doen op dingen die er echt zijn. Wat er in Parijs gebeurde, dat zijn moslim-extremisten. En wat er in Noorwegen gebeurde, dat is dan een gek. Terwijl, als we dan ook kijken naar wat Alexander Pacht dat vorige week aanhaalde, is dat maar 0,7% van alle aanslagen in de afgelopen 8 jaar, terroristaanslagen, gepleegd door moslim-extremisten. Ik vroeg net eigenlijk om de balans op te maken tussen de waan van de dag en dus het veiligheidsgevoel van de dag en meer de lange termijn idee van veiligheid. Er wordt natuurlijk geconfronteerd met het feit dat er iets gebeurt, ja, en dat je geacht wordt daar onmiddellijk op te reageren. En voor ons is het zaak, ja, om ons nu juist vanwege de balans die je elke keer moet zoeken tussen privacy en veiligheid, ons niet te laten opjagen door de waan van de dag, de vluchtigheid van een subjectief veiligheidsgevoel ja of nee, maar vanuit een professionele overweging wel aan te geven waar wij denken dat risico's liggen. Vraag me niet na een debat van kleine 2 uur of ik nu een beleidsnota over veiligheid kan maken met dit debat. De bedoeling is dat we open praten over de dilemma's die we hebben, wat we moeilijk vinden, en ook aan elkaar kunnen uitleggen van hoe zijn we ermee bezig. Ik zou ervoor willen pleiten dat inlichtingendiensten, en niet noodzakelijkerwijs alleen in Nederland, hun professionaliteit blijven zien in hun analytisch vermogen en niet denken dat de gegevens zelf aandragen waar men eigenlijk zelf naar zou moeten zoeken.